VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Je ziet iedereen dichterbij komen, maar volgens mij is het nog gewoon een luxe positie waar je staat. Die punten heb je al gehaald, die hun nog moeten gaan halen. Is het erop of eronder voor VVV tegen Willem II? Hoe gaat het met Martin Samuelsen? Verbouwing aan Koel gaat volgende fase in en de top 3. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd, Ajax-VVV. We kunnen lekker vrij voetballen, gewoon aan elkaar helpen. Laten we zo die bal hebben afstand. Nu dan Hakim Ziyech. Over de muur en in het doel. Hij verdient de vrije trap en maakt hem ook zelf op schitterende wijze. Dat is het idee, Ziyech. Schot geblokt. Oh, lekkere bal op Dolberg. Wat een mooie paas. Oh, wat een mooi doelpunt. Christensen, Oenestal redt. De rebound is er wel. En dan is daar het doelpunt van Dusan Tadic. En is het 3-0 voor Ajax. Zoek eens naar Neres, die uit de draai zou kunnen scoren. En dat uiteindelijk ook doet. Ik denk dat het anders een strafschop was geweest, want hij werd vastgehouden. Maar zo kan het natuurlijk ook. Neres moet hem voorgeven op Huntelaar. En daar is nummer 5 en nummer 99 in de Eredivisie voor Klaas-Jan Huntelaar voor Ajax. Neres, het schot, vliegt er nog prachtig in, zegt Van de Beek. Nou, de eerste 35 minuten denk ik de wedstrijd onder controle. Grote kans die ze krijgen met Dolberg die Lars goed pakt. Zelf ja, twee, drie keer waarin je net niet zuiver genoeg bent om een echt goede counter te plaatsen. Ja, en dan natuurlijk het moment dat we de vrije trap weggeven en Ziyech hem binnenschiet. Ja, dan is het 1-0. Je hoopt het zo lang mogelijk 0-0 te houden. Maar goed, met 1-0 is ook nog geen man overboord. Ja, en dan valt eigenlijk vrij snel de 2-0 in de tweede helft. En dan, daarna is het wel een gelopen wedstrijd. Maar voor de wedstrijd hadden we het erover dat er sinds de jaren 50 volgens mij niet gewonnen in ieder geval meer was. Dus je weet dat het heel moeilijk is. Zeker een goede ploeg. Maar 6-0 was wel wat veel. En ik denk dat je op 3-0 tot de 85e minuut hadden dat een reële uitslag was geweest. De laatste drie doelpunten die vallen volgens mij vanaf de 85e minuut. Ja, dan moet het eigenlijk, moet je niks meer weggeven. Dan moet je de schade beperkt houden. En ik vond dat op dat moment ook redelijk naïef speelde. Door toch allemaal naar voren te rennen. En dan moet het 3-0, max 4-0 worden, maar geen 6-0. Ja, nee, je zag de eerste helft dat er wel ruimte lag. Dus daar moesten we eigenlijk beter mee omgaan. Een paar uitbraken, spaarzame uitbraken. En die moet je maken of in ieder geval meer mee doen dan we nu deden. En dat zag je ook bij Heerenveen. Die kwamen eruit in de arena en die scoorden die ballen. En dan zie je toch dat hun ook wat lastiger krijgen. En dat deden we niet goed. En de tweede helft zijn we er eigenlijk helemaal niet meer aan te pas gekomen. Deze week is de bouw gestart van de nieuwe entree van Stadion De Koel. Het stadion krijgt daarmee aan de buitenkant een ander, moderner gezicht. De nieuwe entree huisvest straks onder andere een compleet vernieuwde fanshop, met daarin geïntegreerd een VVV-museum. Fans kunnen daar zo de historie van de club bekijken. Ook komt er een ticketshop voor kaartverkoop. De verbouwing is een volgende stap in het meerjarenproject om De Koel een opknapbeurt te geven, waarbij het uiteindelijke doel is dat de tribunes als één geheel ogen. Daarbij moeten ook de hoeken dichtgebouwd worden en de capaciteit worden verhoogd naar ongeveer 12.000 plaatsen. Bij de start van het nieuwe seizoen moet de nieuwe entree klaar zijn. VVV ontvangt zaterdagavond Willem II. In Tilburg begon het seizoen mooi voor de Venlonaren met een zwaar bevochten 0-1 overwinning. Minder mooi was het treffen vorig seizoen in De Koel toen VVV in de laatste minuut van de wedstrijd de zege weggaf. Willem II is aan een fraaie serie bezig, ondanks een nederlaag afgelopen weekend. In de stand staan de Brabanders 1 punt achter de ploeg van Stijn. Ja, bezig aan een hele goede serie. Knappe overwinning tegen NAC, hè, tegen de derby. Daarna een hele knappe overwinning bij Utrecht uit. En afgelopen zaterdag hadden ze ook meer verdiend dan een nederlaag tegen Groningen. Dus dat is een goede ploeg met goede spelers. En
Nou, dat wordt natuurlijk wel weer een behoorlijke uitdaging om daar punten van te pakken. Maar goed, wij zijn denk ik ook heel lastig te bespelen tegen heel veel ploegen. En dat bewijzen we ook elke week. En ja, dat zullen we zaterdag weer doen. Wat kan het publiek verwachten zaterdag in de Kool? Ja, wat ze altijd kunnen verwachten eigenlijk al. Ja, een team dat hard werkt om de punten binnen te halen. En ja, handhaving in de eredivisie te bewerkstelligen. En dat, ja, dat moet het voornaamste doel zijn. En daar zijn we nog steeds goed mee bezig. En we proberen dat met leuk voetbal. En als dat niet met leuk voetbal is, dan zijn de punten het belangrijkste. En wat verwachten jullie van het publiek? Dat ze ons steunen. Het gaat toch ook de laatste tijd stukken beter. En we hopen dat het weer vol zit en dat iedereen ons komt steunen. En dan hopen we dat we nog een heel mooi jaar voor kunnen maken. En die steun lijkt ook hard nodig, want inmiddels staat VVV nog slechts 5 punten boven de streep, zeg maar. Met een pittige uitwedstrijd tegen AZ over een dikke week voor de boeg, is het zeer prettig om zaterdag punten te pakken. Sowieso na 2 nederlagen nu op rij is het weer lekker om punten te pakken. En thuis zijn we dit jaar natuurlijk ook sterk. Eigenlijk voorgaande jaren hebben we toch veel de punten ook uitgehaald. En nu thuis ja, tegen Willem II moet je gewoon de punten hier houden. En zeker met AZ die week daarna wat weer een hele lastige uitwedstrijd is. Dan ja, is het lekker om toch met 29 punten daarin te gaan. Maar ligt er druk op jullie op dit moment? Nee, bij mij niet. Ik denk bij de jongens dat het ook wel meevalt. Het is natuurlijk wel zo als je 2 wedstrijden niet wint dat je wel wil winnen. Je ziet iedereen dichterbij komen, maar volgens mij is het nog gewoon een luxe positie waar je staat. Die punten heb je al gehaald, die hun nog moeten gaan halen. Alleen ja, het is voor ons zaak om daar wel gewoon lekker boven te blijven en niet dat je er op een gegeven moment ook tussen staat. Als je van de grens van 34 punten uitgaat wat doelstelling is en wat handhaving is, dat betekent dat je nog 8 punten moet halen uit de komende 14 wedstrijden. Dus ja, of dat nou tegen Willem II gebeurt of bij AZ uit of daarna tegen Heracles of Groningen. Hè, dat is het komende weken programma. Nou, dat vind ik niet zo spannend. Het moet gebeuren. En feit is wel, ja, hoe eerder je dat doet en het liefst aanstaande zaterdag, hoe meer rust dat geeft. Dat is duidelijk. Je ziet alles bij elkaar kruipen. We staan 5 punten boven de streep, maar aan de andere kant staan we ook nog steeds 7e. Dus vanaf die kant kun je het ook bekijken. Dat is zo. Maar het is ja, ongekend spannend dit jaar, lijkt het wel. Hè? Van 7 tot 16, alles binnen 5 punten. Ja. Bizar. Ja, heel bizar. En je ziet ook dat die onderste ploegen ook gewoon punten gaan pakken. Dus ja, dit is wel een competitie waarin het denk ik tot de laatste speeldag spannend blijft. Wie rechtstreeks degradeert of wie de promotie-degradatiewedstrijden gaat spelen. Of Opoku er tegen Willem II bij kan zijn is nog de vraag. De aanvaller begon het jaar zo goed met 2 goals in een oefenpot en tegen Emmen. In die laatste wedstrijd raakte hij ook geblesseerd aan zijn knie en ontbrak daarom tegen Ajax. Ja, dat is natuurlijk vervelend, want hij begon lekker zijn draai te vinden, vond ik ook al richting het einde van het seizoen. En ging steeds beter met zijn rol om, een beetje hangend aan de buitenkant. Ging hij steeds beter invulling aan geven. Dus ja, dat is voor hem wel heel sneu dat op het moment dat hij zijn ouderwetse vorm weer te pakken heeft, dat hij dan geblesseerd raakt. Maar laten we hopen dat hij snel weer terug is. En hoe is het toch met Martin Samuelsen? De Noorse aanvaller gaat zo meteen aan de slag met de top 3, maar eerst zijn we benieuwd hoe het met hem gaat. Een enkeling had wel verwacht dat hij zou vertrekken in de winterstop, omdat de huurling van West Ham United nog niet veel aan spelen toekomt. I thought when I was standing here now, I would have more minutes, played more minutes. But yeah, you know, I have to still have to motivate the ones that are playing and train hard and take my chance when I get it. But it's part of the game. Is it difficult to deal with this situation? Not really, because I've been in the game a long time. I know what I have to do. I just have to keep training and be ready for the chance. If I let my head go down and you know, get too affected by it, then when I do play, I won't play as good as if I keep my head up and stay positive and train well. So yeah, it's just one thing to do when you're not playing, and it's to be ready for when you get the chance. You talked with the trainer about the situation? Yeah, I talked with the trainer, but what we talk about will stay between us. And yeah. Finally, is hoping for your chance to come? Yeah, I always want to play. It's what I love the most, to play football games and help the team win. And yeah, I played some friendlies and scored some goals, so hopefully I can do it in the league also.
ook weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd, wat doet Swinkels nou precies? Dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet. Geen vraagtekens nodig, dit is een werelddoelpunt. 28e minuut, Susic. En deze is zonder twijfel in de bovenhoek. Nu laat hij het dan toch over aan Joosten. En die zit er wel in. VVV wint met 2-0 van PEC Zwolle. Na 5 wedstrijden zonder overwinning weer eens 3 punten voor de formatie van Maurice Stijn. Oh, bal verkeerd geraakt. Zoekt weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Nu 2-2, want de andere twee VVV'ers zijn opgehouden met lopen. Is hier dan Grot. En die schuift hem erin en daarmee is het 2-4. Dit is de top 3 van VVV. Deze keer mag Martin Samuelsen er dus een nieuw fragment in zetten. Maar eerst gaat er één uit. Even though I love Ralf as a player, I think I must pick the 2 assists. He's done many great things this season. But yeah, they weren't too fantastic. So I'd say that one, yeah. Okay, and which one you put in the top 3? I'd put Danny's goal against Willem II in the first game of the season. It was a great way to start the season with a win. And fantastic goal and great finish. Surprised me. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. Versneld. En haalt volle overtuiging de trekker over. En dan komt Wellenreuter er niet meer bij. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.